Wanneer hadden wij voor het laatst een revolutionair idee, een baanbrekende opvatting of een grensverleggende theorie? Eén die de wetenschap een boost gaf, op zijn kop zette, of de wijze snuiten weer dezelfde kant op lieten wijzen. Maar is dat we hiervoor nodig hebben, een schoolsysteem dat puur en alleen gericht is op doodzaaie, eenvoudige reproductie? Nee, dat dacht ik niet. Het onderwijs moet gericht zijn op het ondersteunen van studenten die nieuwe kennis willen vergaren, ontdekken of ontwikkelen. Niet op het inprenten van de huidige kennis en het produceren van een eenheidsworst. Hier in Nederland, hier op school en hier in de klas. Ik zie mezelf en andere lotgenoten wegkwijnen bij de klaagzangen van de docenten. Verschrompelen onder de onzinnige, kinderlijk eenvoudige opdrachten die ze worden voorgeschreven om de tijd te doden en uit te kotsen op papier. En die waardevolle tijd die zo, alsof het wc-water is, dwars door het riool wordt gesleurd. Laat mij een voorbeeld schetsen van mijn zus. Een zeer slim, getalenteerd en nieuwsgierig persoon met veel ambitie om ver te komen. Maar de school waarop ze zat, zag het als een persoon die binnen het hokje moest worden gehouden. Een persoon die niet ontwikkelde volgens de uitgestippelde route. Een persoon die deed wat ze wilde. Een persoon die deed wat ze wilde. Maar doordat ze de voorgeschreven route niet bewandelde, werd het onmogelijk gemaakt om haar te motiveren, haar te stimuleren en te ondersteunen in het gaan en doen wat ze wilde. Na het middelbare school kon ze doen wat ze wilde, zichzelf ontwikkelen en zichzelf ondersteunen en motiveren daar wat ze wilde. Daarom pleit ik, nee ik smeek, laten wij in godsnaam meer energie steken in een soort van talentenprogramma op de middelbare school. Een programma waarin studenten als scholieren met professoren praten, de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen, hun eigen route te kiezen. Dit programma dat zal de uitdaging, het plezier en de uniciteit van ontwikkeling terughalen. En dan krijgen wij in Nederland de steunpilaren weer onder het succes. Van succes weer onder het schoolsysteem. Laat een scholier op de middelbare school zijn eigen pad bewandelen. Want hoe klein we beginnen, we eindigen altijd met iets groots. Misschien wel een nog slimmere Einstein of een nog slimmere gebroeder Stinbergen. Of misschien wel de slimste van allemaal, Galileo Galilei. Pas dan zullen jongeren, zoals mijn zus, er alles uit kunnen halen. En zullen wij weer revolutionaire ideeën, baanbrekende opvattingen en grensverleggende theorieën hebben.